You should move to LA with your best friend. Hi girls, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag en ik heb me lekker omgekleed. Dit is wat ik aan heb. Wel een sjale jasje, groene legging en mijn Yeezys. En ik ga eventjes eten met Nishaira. En in de avond ga ik met Nishaira, Lois naar het concert van Jorik. Super gezellig. Dus ja, dat is de planning. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Echt, dat was sneller, hè? Deze is zo lekker, guys. Beste carpaccio ever. Guys, het is vandaag zondag en ik ga even naar de stad toe met mijn moeder. Al mijn lipliners zijn namelijk op en ik heb er nog eentje van Kylie. Maar dat is niet echt een mooie kleur, hij is een beetje te roze. En ik dacht dat hij meer nude zou zijn, maar hij was echt te roze. En mijn lievelingsliplijners zijn echt altijd die van Kylie. En die kan je niet hier kopen, die moet ik echt helemaal bestellen. En dat komt niet morgen binnen, dus ik ben echt geforceerd om een andere lipliner te gaan kopen. Of lipliners, want ik eet ze echt op, dus het gaat zo snel bij mij. Dus ik ga even naar de stad om dat te doen. Ik denk even naar de Bijenkorf. En misschien eventjes... Ik weet dat je zo'n winkeltje hebt waar ze Huda Beauty verkopen. En die van Huda Beauty, die lipliners, vind ik ook wel goed. Dus ik ga even kijken welke winkeltje dat was in Amsterdam. Dan ga ik er eventjes heen. En in de avond ga ik eten met wat vrienden. Als het goed is gaan we bij Sasanka eten. Echt trek in. Dat is echt een van mijn lievelingsrestaurants. I love it. En ik heb weer leuk pakketjes gehad van Armani. Echt. Love it. Kijk hoe leuk. Dit is de Lip Maestro Legendary. Kijk, en dit is gewoon van Velvet. Echt een lief kaartje heb ik gehad. En ik heb dus een rode lipgloss gehad. En heel leuk, mijn naam staat erin gegraveerd. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om dat scherp te stellen. Oh, het lukt. Love it. En ik heb hem opengemaakt en hij ziet er heel mooi uit. Ik denk dat ik hem vanavond ga opdoen. Het is wel echt iets voor de avond. Zo, die ga ik vanavond dragen. En zoals jullie weten is mijn lievelingsfoundation all times. Is Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. En hij was op. Dus heb ik een nieuwe gehad in de kleur 6.5. Ik heb hem nu ook op. I love it. En ze hebben me daarbij ook een Master UV Skin Defense Primer gegeven. SPF 50. En mijn primer was ook bijna op van Giorgio Armani. Dus heb ik weer een nieuwe. Thank you so much Giorgio Armani. Echt, ik ben echt obsessed met deze producten. Ze zijn zo goed en mooi en alles. Kijk, en dat kwam ook in zo'n mooie box. Anyways, wacht nu mijn moeder en dan gaan we vertrekken. Ik heb een haar trouwens in een knot. De laatste tijd heb ik gewoon echt geen zin om mijn haar te doen gewoon. Dus een knot is dan lekker easy. Mijn outfit of the day is een Tom Ford zonnebril. Die heb ik van Schmeck Eyewear. Heb ik een shirtje van Balenciaga. Jas is van zijn studio. Broek van LA Sisters. Schoenen van Yeezy Worldwide. En tas van Dior. We hebben geparkeerd en daar is de beauty editor. Alright girls, we zijn weer thuis en ik heb twee dingetjes gekocht. Ik heb bij de beauty editor heb ik lipliners gekocht van Huda Beauty. Ik had er gelijk twee gekocht, dan hoef ik niet snel meer heen te gaan. Ik heb de kleur, volgens mij was die heette het Trendsetter. Ja, Trendsetter en ik heb hem nu ook op. En daar overheen heb ik een glas van Dior op. En dan heb ik ook gelijk bij Makeup Forever setting spray gekocht. En die was ook weer op. Kijken. Deze is echt super goed. Ik ga nu gewoon nog eventjes thuis chillen. En ga ik in de avond lekker eten. Niet echt veel speciaals of zo. Ik heb me eventjes snel omgekleed. Ik heb Fully LA Sisters aan. Dit is al een oude blazer dress. Maar ik heb hem nu gewoon gedragen als blazer. En de broek is ook van LA Sisters. De straight leg jeans. Tasjes van Dior. Ik zal ook eventjes alle linkjes in de beschrijving zetten. Alright guys, ik ben net aangekomen bij Pirelli's. En I'm facetiming with my bestie Olivia. Say hi! En we're just talking a little bit before I go in. Maar ik praat zomaar Engels. Maar mijn vrienden zijn al binnen. Dus ik ga zo naar binnen. Ik ga een musical pino maken. Ik wist niet dat ze dat zo maakten. Wat doen ze er allemaal in dan? Wat is dit? Oh, dat is olive oil. Wat is dat witte dan? Hoe komt dat witte daar? Oh, dat is ijs. Oh, bye. Op Armand. Je bent een slag. Ja, met Armand rijdt het schaaghouding. Cheers!
kijk, zal ik. Kom op, man, je kan het zien. Je kan het zien. Goedemorgen, girls. Het is vandaag donderdag en ik ben nu op werk. Het is nu precies 9 uur. We hebben vandaag zo'n drukke dag. We hebben namelijk gewoon echt van 9 tot 5 een shoot. Maar een ander soort shoot. Alice is dus gaat uitbreiden. Ik ga nog niet vertellen wat. Misschien dat ik straks met Loes een beetje ga vertellen daarover. Anyways, we hebben hier tot 12 uur shoot. Dan gaan we naar locatie. We moeten de collectie nog shooten. Maar het wordt een drukke dag. En het is gelukkig mooi weer. Dus ik ben blij. En ik heb een hoge staart in voor deze keer. Voor de shoot. En normaal heb ik echt los haar. Dus ik ben benieuwd of het mooi gaat zijn. We're shooting. Excited. Dus gisteravond kreeg ik heel erg keelpijn. Dus Noël heeft lekker een gember shot gemaakt. Maar we hadden geen citroen meer. Dus we hebben met een beetje appel, toch? Ja. Cheers. If you want it back, you got it back. Ja, het mooiste is gewoon open. Misschien bij bijvoorbeeld bij de oorbel wel. Wel een beetje hoor. Je voelt wel die gember echt goed. Het is wel lekker. Lekker, mijn keel gaat lekker branden nu. Thank you. Alright, we hebben echt heel erg gehaast en heel erg gestrest. Maar we zijn vanuit de WFC, zijn we nu op een padelbaan. Een blauwe baan. En hier gaan we onze campagne shoppen. Zoals dit jasje. En daarna gaan we naar een rooftop. Maar daar ga ik jullie zo meer over vertellen. We gaan eerst hier shooten. Shooting. Ik vind dit hemdje echt zo leuk. Met klein LA Sisters geborduurd. Ik moet nu een ander outfit halen. Dan moet ik helemaal daar naartoe lopen om te kleden. Want hier is overal glas. Dus hier is het heel moeilijk om te kleden. We hebben nu even een break. Ik had dit besteld, maar het is niet zo heel lekker. En we gaan nu naar de tweede locatie, maar we zijn anderhalf uur laat. Maar het komt wel goed, we redden het wel. Guys, het is nu inmiddels 6:30 en ik zie er niet meer uit. Ik ben kapot. Kijk, 6:30. We zijn nu net klaar. We moeten nog een beetje opruimen. Maar we hebben dus op het dak geshoot van de student experience. En het is echt super leuk hier. Dit is gewoon studentenwoningen. En hierboven hebben ze een heel leuk terras waar ze gewoon kunnen chillen. En dit is natuurlijk echt leuk voor foto's. Maar je kan ook gewoon lekker basketballen en voetballen. En ik vind het echt heel leuk. Kijk, hier kan je gewoon chillen. En kijk hoe leuk dit hier. Ik vond het echt super tof dat we hier mochten shooten. Anyways, ik zie er niet uit. Ik heb heel erg honger. Ik had al sinds de ochtend keelpijn. Dus ik ga lekker naar huis toe, lekker douchen. En ik ga lekker mijn bed in. Of nee, in ieder geval even wat eten halen. En dan ga ik lekker chillen en niks meer doen. Maar anyways, dit was de shootlocatie voor vandaag. En de foto's zijn echt top geworden. Het was echt een mooie dag. We hadden echt geluk gehad. Maar ik zie jullie zo. Girls, ik ben thuis. En ik ga eventjes lekker groene soep maken. Ik maak het wel vaker als ik me niet zo lekker voel. Wat is dat? Wat pieps er? Oh, de koelkast. En dat is een soep met echt heel veel groenten. Namelijk spinazie, broccoli, bleekselderij, hoor bijna tegen mijn hoofd, courgette. En doe ik ook een uifje in en een beetje knoflook. En dan doe ik lekker huttenkees bovenop. En dat ga ik nu eventjes doen. Dan heb ik er even vitamines binnen. En daarna ga ik eventjes lekker serie kijken. En in mijn bed liggen of film kijken of zo. Want ik voel me niet lekker. En ik ga lekker douchen. En ik praat. Ik herhaal echt heel de tijd dat ik me niet lekker voel. Zo erg voel ik me niet lekker. Maar ja, that's it. Goedemorgen, guys. Het is vandaag maandag. En ik heb het weekend niet gevlogd. Omdat ik gewoon het hele weekend ziek ben geweest. Ik werd al donderdag tijdens de shoot voelde ik me niet zo lekker. En toen eigenlijk vrijdag werd ik gewoon ziek. Ik heb nog steeds dat ik verkouden ben. Maar ik heb volgens mij geen verhoging meer. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar werk. Anyways, ik dacht, ik heb niet gevlogd gisteren. En ik moest nog een winnaar uitkiezen. Dus ik ga vandaag een beetje proberen te vloggen. Zodat ik de vlog kan afsluiten. En dan kan ik een winnaar kiezen voor de winactie. Alright, het is nu inmiddels 12:30. En ik heb lekker een broodje gemaakt. Een bruin broodje met kaas. Ik eet zo vaak tosti hier. Maar ik dacht, ik ga vandaag gewoon even een broodje eten. Of nou ja, tosti is ook brood, maar niet roosteren. Ik ga zo eventjes door de YouTube comments scrollen en kijken wie ik ga kiezen voor de winnaar. En dan zal ik dat ook zo bekendmaken. Girls, trouwens, morgen komen er weer nieuwe items op de website. Er zitten echt hele leuke items tussen. En ik dacht, ik ga jullie alvast een sneak preview geven. Want deze vlog komt vandaag online. En dan weten jullie alvast wat er dinsdag online gaat komen. Want wees er snel bij. Want het gaat nu tegenwoordig zo snel op onze website. Het is zo snel uitverkocht. Soms heb ik niet eens het item voor mezelf gepakt. En dan is het uitverkocht. Dus ik ga jullie even een sneak peek geven. Het eerste item wat morgen binnenkomt is de oversized blouse.
Wellicht kennen jullie al de oversized check shirt. Het is hetzelfde model. Alleen het is een andere stof. Een hele kleine streepje zit erin. Ik ga even kijken of ik hem scherp kan stellen. Hij is echt heel leuk. En met een leuke witte print van LA Sisters. En hij is oversized, dus je kan hem losdragen gewoon met een jeans. Of je kan hem knopen met die witte pantalon. Zo dragen wij hem. En hij is echt... Oeh, oh my god. En hij is echt super leuk. Echt, love dit item. Tweede item wat binnenkomt is de belted lace skirt. Deze is echt zo mooi. Hier zit een lace aan de zijkant. Er zitten verschillende soorten ritsen in. Hier ook een lace. Hij is gemaakt van een hele mooie kunstleer. En deze, ik kan echt niet wachten om deze te gaan dragen. Hij staat niet zo heel goed scherp, zie ik. Kijk, hier kan je hem wat beter zien. Hij is echt heel mooi. En deze komt ook morgen online. Love it! Dan hebben we nog zo'n shirt met een hele leuk print. Ik dacht, ik doe het even zo. Kunnen jullie een beetje zien hoe groot hij is. Dit is een XS. Hij is pretty oversized. Maar hier staat op de Los Angeles Girls. How cute is deze? En dit is ook een vintage washing. En deze is ook echt heel top. I love it. Alright girls, het is inmiddels alweer 4:15 en ik ga rond 5:00 naar huis toe. Ik heb inmiddels een winnaar uitgekozen voor de samenwerking met Vinci Laser Clinic. De winnaar is geworden Jenny, gefeliciteerd. Hier komt haar comment te staan. Wat je nu moet doen, je moet gewoon een DM sturen naar Vinci Laser Clinic. En dan kan je afspraak gaan inplannen, dus ik zou het snel gaan doen, super nice. Anyways, bij deze ga ik de vlog afsluiten. Don't forget to like, subscribe en dan zie ik jullie snel weer. You should move to LA with your best friend.